Good morning from Ibiza. Hey allemaal, het is maandag en dat betekent dus welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het bloedje warm. Het wordt vandaag 34 graden, maar goed, hè, we zijn op Ibiza. Het is zomer, dan wordt het warm, dus we gaan ervan genieten. En we hebben vandaag een hele leuke dag, want we gaan naar Tropicana. En daar zijn Kim en Loes van het Kim en Loes ook. Dus daar gaan we gezellig de hele dag mee optrekken. En ik heb mijn nieuwe bikini aan. Ik heb al heel veel vragen gekregen van mensen over een foto die ik op Insta had. Is dat die bikini van ASOS? Dat was hem niet, maar ik heb hem nu wel aan. Dus ik ga hem eventjes aan jullie laten zien. Even een undressing video. Want dit is hoe die eruit ziet. Hij is echt perfect. Het is dus one size fits all. Ik moet zeggen, hij is wel een beetje groot. Maar er zit genoeg elastiek in, dus het kan. Hij is dus van ASOS. Hij was niet super duur. En hij zit top. Achterkant is wel een klein beetje ja, ruim ook. Maar over het algemeen ben ik er helemaal blij mee. En is dus zeker een aanrader. En deze hoed, die is... Was die ook van ASOS? Nee, deze hoed is van Mango. Oké, ik ga even mijn spullen pakken en dan gaan wij richting Tropicana. Tot straks! Veel te hoge golven. Eng hè? Heel eng. Zo, op Tropicana met... Oh, dan moet ik eerst deze kant op. Kim! En Loes! En nog meer vriendinnen! Vet gezellig en het waait wel echt super hard, maar eigenlijk ook weer heel erg chill gezien het echt bloedje warm is. Nana en een hele oude, maar echt wel hele mooie schoentjes van de Zara. En we hebben een heerlijke dag gehad vandaag bij Tropicana met meiden. En we gaan nu ook gezellig met ze eten bij La Paloma. Daar wouden we gisteren eigenlijk gaan eten, maar toen hadden ze pas om 11:30 een tafeltje. Maar nu konden we gezellig aanschuiven, dus ik ga nu naar de auto. En ik heb natuurlijk mooie oorbellen in van de edit en ook mooie sieraden in van de edit. Ga die kant op. Ik heb echt zo lang geen hakken aan gehad. Ik kan er niet eens echt meer op lopen. Het is hier zo romantisch. En het heet dus La Paloma. De tafel is ook echt super leuk gedekt. Vet schattig. Cheers! Toetje! Het zit aan de onderkant van mijn borst. Dat is voor je tasje. Wil je dat ene verhaal wat je net deed nog een keer doen? Wat? Ik zeg, wil je dat ene verhaal wat je net deed nog een keer doen? Luister mensen, ik hou van muziek. Daar gaat het niet. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik hou van mooie muziek. Met gevoel gespeeld door muzici die een instrument meester zijn. En bereid zijn daar moeite voor te doen. Daar hou ik van. Dus, ik loop door de stad. Ik zie een poster hangen. Jos die bent. Ik dacht, band, muziek. Daar was ik aan toe. Ik ben een Mongool. Want ik doe het toch wel leuk. En zo is het. En dan is die laatste verzorger weg. En dan, ik heb die grote helemaal. Nou, dit was mijn stukje. Hier is alles aan de beurt. Het is Kip. Hallo lieve mensen. Het is dinsdagavond en ik heb de hele dag niet gevlogd. Sorry. Vandaag zijn we weer naar Cala Verdella geweest. Dus het was niks anders dan de rest van de dagen. Dus ik dacht, shit,
scheur mijn hele koetjeschoen open. Oké, dus ik dacht, laten we vandaag gewoon even niet vloggen en gewoon lekker genieten van onze laatste hele dag, zeg maar. Morgen hebben we ook nog wel een groot gedeelte van de dag, want we vliegen morgenavond om 8:30 terug. We gaan nu lekker eten. We gaan eten waar we eergisteren ook hebben gegeten bij Bon Sol, geloof ik. Bon Sol. Hier beneden in Calafadella. En ik ga jullie even het laten zien. Ik heb aan een topje van de Topshop. En elke keer een treetje hoger. Rokje van Sabo Skirt. En dus mijn Gucci loafers. En heb ik verder nog nieuws? Nee, het is dus onze laatste avond hier. En ik heb nog helemaal geen zin om naar huis te gaan. Ik heb wel heel veel zin om Noors weer te zien. Maar het is hier echt zo lekker. Dus ik wil niet naar huis toe. Ik wil lekker hier met Leon blijven. Want zometeen moeten we natuurlijk weer werken. En dan is alles weer gewoon. Maar goed, ik weet hoe snel dat weer went na de vakantie. Oké, ik ga spullen pakken. En dan ga ik die kant op. Doei! Hola, chicas! Het is woensdag. En het is onze laatste dag op Ibiza. Het is vandaag, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is bewolkt. We wouden eerst graag nog een... Echt? Ja. Oh ja. We wouden eerst graag nog een halve dag op het strand liggen en dan even nog lunchen in Ibiza stad. Maar we dachten nu het gewoon iets minder weer is, gaan we gewoon niet moeilijk doen om ons vies te maken op het strand. Dus wij zijn gewoon dressed up. En we gaan nu een beetje shoppen en daarna lunchen of tweede ontbijt nemen bij Cappuccino. Ik ben er nog nooit geweest, maar van meerdere mensen gehoord dat dat erg leuk en lekker is. Dus we nemen jullie vandaag mee. Laatste dag Ibiza. See you later! Ibiza ziet er echt zo schattig uit. Allemaal van die leuke huisjes en allemaal van die leuke planten. Wat overal, wat planten en bomen eigenlijk, wat aan de zijkant van de huizen groeit. En hier verderop staat ook echt een heel tof huis, wat echt helemaal versierd is. Ga er even heen lopen. Er staat een eerste een hele gezellige auto voor de deur. Can Gourmet. Ik denk bijna dat het misschien wel iets van een restaurant of zoiets. Maar hoe leuk als dit je huis is. Zo leuk versierd ook met die bloemen in die tassen allemaal. Zo, we zijn nu omhoog gelopen naar de oude stad. Achter ons hebben we vorige week ook gegeten. Maar het is dus waarschijnlijk alleen in de avond dat daar allemaal terrasjes staan. En de oude stad ligt dus op een soort van heuvel boven het woongedeelte van Ibiza. Zeg je dat goed? Si. En hier ziet het er allemaal super schattig uit. En gaan wij denk ik even een leuk tentje zoeken waar we even wat kunnen gaan drinken. Kijk, dit is Can Rayo. En hier kun je super lekkere smoothies drinken. En het ziet er ook nog eens heel erg cozy uit. Kijk maar. Ja, hier vorig jaar ook gezeten. En we gaan hier even een lekker sapje drinken. Hallo. En ik heb net echt hele leuke sokjes gekocht. Net sokjes met zo'n volantachtig randje erlangs. Van Tezenis. Geen idee of het goed uitspreekt. Maar vind ik heel leuk om hier boven aan te trekken. Jongens, mijn schoenen die waren ooit ook echt wit. Dit nou. Dit? Of nee, dit. Hierboven. Dat was net zo wit als dit. En nu is het echt grijs. Probeer het schoon te maken, maar goed, dat lukt niet. Smoothie! Lekker schatje. Hola. Lunchtime bij Cappuccino. En dat zit dus in de haven. Dit is de haven van... bij Playa Den Bossa, geloof ik. En je hebt hier heerlijk uitzicht op de zee.
Het schijnt goed te zijn, dus ik ben benieuwd. Zitten we hoor, met dit enorm mooie uitzichtje. En we krijgen ook heel lekker eten volgens mij. Het ziet er hier echt heel erg gezellig uit. Als je in Ibiza bent, ga zeker eventjes een keertje naar Cappuccino. Hou ik het op de kop, ja. Cappuccino. Want het is echt heerlijk hier. Boter, croissant, jam, lunchtijd. Kan niet beter. Heerlijk. Cappuccino door naar Amante. Eigenlijk zouden we hier eten in 2000. Nee, gisteravond zouden we hier eten, had ik verteld volgens mij. Maar we hebben dus niet gedaan en vandaag hebben we dus zo'n dag dat we niet echt iets hebben gedaan. Vandaar dat we. Moment. Ik ga helemaal naar huis. Dus vandaar dat we. Nee, ik ga niet naar huis, naar het vliegveld. Vandaar dat we. Vandaar dat we nu nog even. Die 2 jaar geleden zaten we ook zo. Ja, nou goed. Conclusie, we zijn dus nu naar Amante gereden. Ja, een hamburger. Jij ook? Ja. Ik had ook een hamburger. Ja, we zijn dus bij Amante en ik ga even laten zien hoe het hier uitziet. Het is heel mooi, vooral het uitzicht is. Mooi bien. Magnifiek. Magnifiek. Dan moeten we dat zo maken en dan gaat het houden. Ja. En de avondeten is hier nog leuker. Dadelijk als het tegen de school in de vast uitgaat, is met gehakt. Het gele assortiment en wij worden vrij vermeld en weggezet. Ook deze vindt u het. Lieve mensen, nou daar zijn we weer. Safe and sound vanuit Zwolle. Vanaf mijn gezellige balkonnetje waar ik nu eindelijk van kan gaan genieten. Gezien toen we het balkon gingen maken het weer wat minder werd. En het nu super lekker weer is. Dus ik zit hier lekker op mijn balkonnetje. Ik heb een kopje thee, ga zo even een ontbijtje maken. Van wat resterende dingen die nog in huis lagen. Dan nog wat eitjes, kipfilet. Ik word nu gebeld, ik spreek jullie zo. Hey schat. Zo, Leo moest me alweer direct even gebeld worden. Maar goed, ik ben weer thuis. En dit is waarschijnlijk het enige rustige momentje wat ik vandaag zou hebben. Want het begint zo meteen direct alweer. Ik moet eerst het pakketje ophalen van kantoor. En heel veel nieuwe producten die binnen zijn gekomen. Dan ga ik heel veel orders nog inpakken. Pre-orders vooral, want de andere orders die zijn bijna allemaal verstuurd. Dan gaan Angela en ik de nieuwe collectie shooten. En dan moet ik naar Amsterdam voor een event. En waaronder de nieuwe collectie zijn deze superleuke earringen met love. I love you. Die heb ik vandaag al direct even ingedaan. En ik heb ook een nieuw shirtje. En deze is van Ducy London. Oké, ik heb echt slecht geslapen. We lagen laat pas om 3 uur in bed. En om 8:30 ging de wekker weer, dus het was een kort nachtje. Maar goed, morgen is weer wat rustiger. Nu even direct door, maar goed, dat hoort erbij. Nou goed, nu begint het leven hier in Nederland gewoon weer. Dus ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden. Ik zie jullie vanmiddag. En deze dan, deze heb ik zo hard gemist. Hey, dat is geen eten. Hij is zo op zoek naar eten de hele tijd, schatje. Hey, heb jij vrouwtje ook gemist? Ja, we hebben hem gisteravond nog bij mijn ouders opgehaald. Kijk nou. En hij was heel blij om ons weer te zien. Ga je mee in de auto? Ja, kom. Gaan we. Zo, wij zijn net, met wij bedoel ik Noors en ik. Noors en ik. Stap geweest, we hebben alles opgehaald. Ik heb net verpakkingen weer gehaald. En nu gaan we naar huis. Heel veel pakketjes. Ik heb een hele mooie spiegel binnengekregen. Die ligt hier achter. Die zal ik jullie zo meteen laten zien. Op naar huis. Hey, ik zit in de auto. Outfit change. En ik heb hier echt een... Ja, ik kan jullie niet eens zien. Wacht even. Megatas vol met orders.
Die ga ik nu heel snel wegbrengen en dan ga ik heel snel rijden, want ik moet om 5 uur in Amsterdam zijn. Ik heb nu al zweethoofd en het is 4:15. Dat gaat hem niet worden dus. Oké, ik ga heel snel. Ik zie je zo meteen in Amsterdam. Doei! Ik ben eventjes bij de Hoogootie in Amsterdam. En ik ga hier eventjes een leuke outfit aanpassen. Namelijk deze broek. En dit leuke jasje. Toppie! Zo ziet dat eruit. How cute! Als je in Amsterdam bent, neem even een kijkje hier bij Hoogootie. Oh, nou, ik ben zo goed als aangekomen op het event. Ik ben nu in een of andere groentetuin. En ik moet hier de hoek om en dan kan ik het daar, als het goed is, vinden. Hoi! Ik hoor al stemmen, dus waarschijnlijk moet ik deze kant op. Ik heb geen idee wie hier allemaal zijn. Ik ben hier in mijn eentje gekomen, dus ik hoop dat er wat bekende meiden zijn, maar het ziet er zo far al wel super mooi uit. Ik denk dat jullie gaan zoeken naar. Ja. Kijk, hier is zo'n leuke tafelschikking. Kijk eens hoe cute. De verpakkingen zien er ook echt super leuk uit. Gezellig met Corine en we gaan nu lekker eten. Nou ja, we gaan dus vegan eten. Ik ben daar nog niet echt thuis in. Jij dus wel. Ja. Maar super lekker. Ja. Nog een beetje. Je mist niet. Het kan heel smaak. Ja. Nou ja, we gaan het niet proeven, want dit is wat we eten. Hebben we ook een menu? Ja. Let's go coconuts. Ik ben heel benieuwd. Here we go. Yo. Glimhoofd. Hey, het is bijna 9 uur en zoals je kan zien zit ik weer in de auto. Wacht, even de motor uitlaten. En had ik net dus het event van Love, Beauty and Planet. En het was super gezellig. Allemaal bekende, maar ook leuke nieuwe meiden leren kennen. En lekker gegeten, vegan gegeten. Nou, ik moet zeggen, het was best wel oké. Toetje vond ik een beetje te heftig. Dat was echt bijna pure lavendel smaak. Maar voor een hoofdgerecht was top. En het zag er natuurlijk super mooi uit, zoals jullie konden zien. Ik ga nu lekker naar huis rijden. En dan... wat ga ik dan doen? Chillen, denk ik. Ik zie jullie zo meteen thuis. Doei! Good morning! Het is vrijdag. Ochtend en ik heb me net klaargemaakt en ik had een beetje te bruin hoofd. Ik heb wat ben je naar buiten? Ik heb van Lancaster of van Biotherm een spulletje op wat eigenlijk een body cream is met een kleurtje erin. En ik dacht, oh, laat ik dat op mijn hoofd smeren, want dan hoef ik geen foundation op. Dan is het een soort van crème met bruining, maar het lijkt echt letterlijk alsof ik mijn gezicht met gezichtsbruiner heb gedaan. Want het zit helemaal een beetje een soort van donkere waas overheen. Maar goed, ik ben net met Noors uit geweest en ik ga nu even lekker ontbijten op mijn balkon. Kijk. Oh. Zo gezellig, Noors ligt ook klaar. Ik ga denk ik vandaag even daar een leuk plantje kopen. En je kan me hier denk ik vinden de hele dag. Want ik ga nu eerst even ontbijtje eten. Dan ga ik alle foto's van gisteren uitzoeken. En daarna ga ik pakketjes inpakken. En moet ik video's editen. Ik moet 2 vlogs editen. Want ik heb vorige week toen ik op vakantie was geen vlog online gezet. Ik had er even geen zin in. Want ik was gewoon lekker van mijn vakantie aan het genieten. En ik had geen zin om op vakantie te gaan editen. Dus ik heb 2 vlogs voor jullie nog staan. Deze die je nu kijkt en van vorige week ook nog. Dat moet allebei nog online en dat moet nog geëdit worden. Dus dat ga ik ook doen vandaag. Ja, en ik heb vandaag de nieuwe ketting om van de Edit. Namelijk de Double Chain en de Initial ketting. Super leuk, ik vind de combinatie ook heel leuk. En de Saint Earrings. En heb ik hier nog die in? Nee, ik had hier ook nog een nieuw oorbelletje in. Maar die is vannacht denk ik
uitgegaan of heb ik uitgedaan. Want soms dan irriteer ik me aan die oorbelletjes als ik aan het slapen ben. Ik ga jullie nog wat laten zien. Ik neem jullie mee naar de tafel. Want we hebben dus weer allemaal nieuwe sieraden. Als eerste hebben we een aantal nieuwe kettingen in zilver. We hebben de coin, de saint en cross. Deze hebben we ook in het goud. Hiervan heb ik de oorbellen nu in het goud in. Dan hebben we de shell earrings. Dichterbij laten zien. Dan hebben we de shell earrings. Die hebben we ook in het goud. Die hebben we nu ook in het zilver. En dan hebben we de pearl earrings. Die hebben we in het goud. En die hebben we nu ook in het zilver. En we hebben deze nieuwe kleine cuties. Kan ik dit het beste laten zien? Ik denk gewoon zo. Nee, het wordt gewoon niet scherp. Ja, nou, deze dus. Wordt het scherp? Deze met diamantjes. En dan hebben we nieuwe gouden ringen. Heel cool vind ik deze. Dit is echt top voor gewoon een everyday, zeg maar. Dan hebben we deze grote oorbellen. Super tof zijn die ook. Staan echt prachtig in de oren. Dan hebben we deze. Een lion met een mooie pearl eraan. Dan hebben we deze. Ook heel tof. Zo'n soort van gouden knop met een gouden ring eraan. Deze echt super leuk. En dan hebben we nog deze love earring. Dit is misschien wel mijn favoriet. Deze staat echt zo leuk in de oren. En als laatste hebben we in het zilver nog ook hele kleine tiny. Wordt scherp. Nee. Wacht. Hoe kan ik dit nu laten zien aan jullie? En deze. Dit is de Saint earring in het zilver, maar dan een kleine versie. Ik heb zelf een grote versie in. En in het zilver hebben we een kleine versie. Oké, dat is nieuwe collectie wat we gisteren dus hebben geshoot. Wat voor dit weekend allemaal online komt. Als jullie dit zien, staat het ook allemaal online. Ik hoop dat het nog niet uitverkocht is, want het gaat altijd heel erg snel. Maar neem zeker eventjes een kijkje op theeditguide.com. Hieronder staat een linkje. En deze ketting, die double chain, die hebben we dus ook in het zilver. Dus je kan ook helemaal zo'n leuke ear- en neckparty maken in het zilver. Want dat hebben we nu ook. Dat is nieuw. We hebben nu sinds 2 weken, denk ik, zilver opstaan. Dus na heel veel vragen van onder andere jullie en iedereen op Instagram, van kunnen jullie alsjeblieft ook zilver gaan verkopen. Dus vandaar dat het nu online staat. Nu ga ik stoppen, want ik ga eten en aan het werk. Toedeloe! Tijd om wat leuke foto's te maken. En zo maak ik dan flatleetjes. Met leuk tijdschrift bloemetje. En dan nu met deze camera foto's maken. En ik krijg heel vaak, sorry voor het geblair van Mariah op de achtergrond. Heel vaak de vraag met wat voor camera ik foto's maak. En ik gebruik dus een Nikon D750. Met een, kunnen we het zien? Wacht. Met een 35 mm lens 1.8. En dit is echt een topcamera. Ik ben er heel blij mee. En hij maakt echt super mooie foto's. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdagochtend. En ik ga vandaag werken in de winkel. Leon die had vanochtend een afspraak. Dus ik sta vanochtend even in de winkel. En ik wil jullie even wat laten zien. Want ik heb echt de allermooiste highlighter. Ik ben wel een beetje donker. Allermooiste highlighter ooit binnengekregen. En ik heb een nieuw topje trouwens. Deze is van Ducy London. Even kijken. Dit is de verpakking. Hij is van Charlotte Tilbury. En hij heet Bar of Gold Palette. Nou, dat is het ook echt. Check. Wauw. Dit is zo intens mooi. Even bij het licht houden. Super mooie kleuren en het ziet er super strak uit. Ik heb het op.
En ik glow ook wel een beetje volgens mij. Ik ga nu snel met Noorsje uit. Oh ja, en ik heb nog iets nieuws wat ik jullie ook wil laten zien. Wat ik echt super leuk vind. Zet ik jullie weer even neer. En dat zijn allemaal nieuwe scrunchies van Atelier de Femme. Deze rood-wit geblokte. Deze velvet groene, die vind ik echt super mooi. Zelfde kleur als mijn ogen. Deze met stipjes. Deze met blokjes en de gele met blokjes. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het leuk om hier zo'n half knoedeltje mee in te doen. Of juist een hele hoge staart. En dan leuk met zo'n ding echt op je hoofd. Ik ga jullie meenemen vandaag. Ik ga dus, wat ik net zei, werken in de winkel. En daarna ga ik nog met Annarieke afspreken en met Maaike. Als ze zich goed voelt. Maaike is praktisch nu uitgerekend. Ik had eigenlijk gedacht na de vakantie haar niet meer met een toeter te zien. Maar ze wil nog niet komen. De kleine meid. Dus ik ben benieuwd of ze er zin in heeft vandaag. Of dat ze zich misschien echt te moe voelt. Omdat ze gewoon klaar mee is. Zijn we! En dit is dus normaal gesproken mijn kantoor. Hier werk ik. En aan de andere kant is dus Leon's een winkel. En ik heb echt een super creatieve boyfriend. Want hij schildert heel graag. En hij heeft in de winkel een soort van expositieruimte stukje gemaakt. Dit. En dan hebben we hier aan de andere kant. En dan hebben we ook nog twee hangen. Deze. Mijn moeder zag hier Noors in, geloof ik. En deze hebben we ook nog. Mocht je het nou leuk vinden, is allemaal te koop. Zo. Nou, ik heb mijn laptopje geïnstalleerd. Annarieke komt zo gezellig. En dan mogen de klanten komen. En ik vind het dus altijd super leuk om mannenkleding te passen. Maar volgens mij is deze jas unisex. Hoe cool is die? Van 100. En hij is nu in de sale voor de helft van de prijs. Hoe duur is die eigenlijk? Hij was 6,59. Dus nu is die 3,30. Dat is echt super mooi. Het leer is ook echt nice! Ik heb weer echt zwijmelmuziek op. Dat kan natuurlijk niet in een herenwinkel. Even kijken. Oh, hetzelfde afspeellijst als gisteren. Laten we even een nieuwe Drake opzetten. Eetservice is aangekomen. Lekker! Lekker lunchen! Vloggy takeover! Hey. Vloggy takeover door Maaike Bunky! Ik ben ook zwanger. We zijn niet eens met z'n drieën tegelijk zwanger. Dat is niet te willen. Nou, dat is echt 3 weken, schat. Wat? 3 weken zwanger, wat je net deed. Doei! Doei! Oh, dat is wel leuk. Liefje! Nog een liefje hier. Bijna. Jij denkt morgen? Ja. Dat is spannend. En toch? Gezellig varen! En nou, alle kinderen hebben een zwemvest aan. Jij? Wel ja, maar ik ben toch geen kind? Oh. En mijn papa en mama, gezellig. Hallo! 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 Wat vind je ervan, jongen? Nog eens kijken. Leuk op de boot. Hé? Hey. Zo, we zijn weer thuis. We hebben nog gezellige barbecue bij mijn ouders. En we gaan nu naar een foodtruck festival. Ik heb even omgekleed. Ik heb dit leuke jurkje aan en mijn cowboy boots. En ik heb nog maar 7% batterij, dus het heeft geen zin om jullie mee te nemen. Dus ik laat jullie lekker thuis. Ik zie jullie morgen weer. Dus tot dan! Hey, het is zondag en wij zijn op het strand met onze lieve vrienden. En
We gaan hier een dagje vertoeven. We gaan weer naar Tulum, Tulum. En deze keer ga ik hier denk ik zijn voor het eerst met mooi weer. Blauwe lucht. Lekker genieten. Genieten geblazen. Heerlijk plekje. Dit is nu de derde keer bij Tulum. En ik heb eindelijk mooi weer. Yes. Proost. Proost. Proost, proost, proost jongen, proost. We zijn doorgegaan naar de volgende plek. Hoe heet je hier? Bij Witzand. En hier gaan we nu lekker eten. Lekker dagje. Ik ga dit eten als geen visliefhebber. Dat is best bijzonder. Maar het ziet er wel bijzonder uit ook. Lach je me uit, Jur? Nee, ik zie niet. Hey jongens. Wij zijn weer thuis naar echt een mega lange tocht. Ik denk dat we er wel 2,5 uur over hebben gedaan om thuis te komen. We hebben echt een hele leuke dag gehad. En ik heb voor het eerst sinds 10, misschien wel 15 jaar in de Noordzee gezwommen. En het was echt vet lekker. Het water was helemaal niet koud. Het was wel smerig, of het voelde altijd smerig, vind ik, de Nederlandse zee. Omdat het altijd zo bruin is. Maar het was echt lekker. Ik zie er echt niet meer uit. Ik ben echt een soort van verzopen slash verwaaide kat. Maar maakt helemaal niks uit. Ik ga lekker douchen. Ik ga lekker in bed liggen. Het is 11:15. Ik ben echt kapot. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus, oh nee. Ja, ik zie jullie. Nee, niet morgen weer. Ik zie jullie volgende week. Want dit is het einde van de vlog. Want het is zondag. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer een leuke vlog vond. Er zit nog een deel Ibiza in. Ja, hij is heel grappig met Kim die echt allemaal rare dingen doet. Heel leuk. Abonneer je vooral op mijn kanaal. Is helemaal gratis en zou ik super leuk vinden. Dus tot volgende week. Doei!